mensen van YouTubers en welkom bij Van Taalzeland in Opreinding, Fly en Rookburg. Ja, het is een paar maanden geleden hier nieuw, dus we gaan direct naar daar. We gaan niet te lang wachten, ook naar Rookburg. Rookburg, we gaan naar binnen. Dan hebben we weer een tunnel. Nog wat posters en alles. En dan komen we uit bij Rookburg, nieuwe gebied. De ingang van Rookburg, de nieuwe achtbaan van Fantasialand. Het is een hele lange wachtrij mensen, maar het is wel goed gedetailleerd. Dus als je hier al heel lang staat aan te schuiven, kun je toch heel mooi de achtbaan bekijken. Maar vandaag is er geen volk bij deze achtbaan. Dat vind ik wel heel straf. Het is 0 minuten gewoon. Het is gewoon doorlopen, die hele wachtrij. En dan komt er buiten lokkers uit. Ik versta het niet goed. We moeten elkaar niet wachten hier. En we kunnen gewoon helemaal doorlopen. Dat is wel chill, dat we niet moeten wachten. Nou, hier is dan een klein stuk waar je niks ziet. Ook een paar zakken als, en zo'n gasdinges als extra decoratie. En dan gaat het verder. Er zijn kleine stukjes in de baan, ik geloof dat het ermee afkomt. Hier kunnen de baan zien als er voorbij zal komen. Het is als we met z'n meerdere keer een fly kunnen doen op een dag. En mensen, verder kan ik de GoPro niet meenemen, want hier moeten we onze spullen in de kluizen steken, want filmen op de attractie is ten strengste verboden. Er is ook een metaaldetector, dus ja, het heeft toch geen zin. Dus ik steek de GoPro hier. Mijn eerste ervaring als flying coaster, dus echt geweldig, hij is echt mooi. Die wachtrij is al lang en mooi. Dan moeten we de camera aan ons inleveren in een kluis. En dan stap je dus in. Je moet je been dus helemaal intrekken en dan krijg je de buigelen. Dan ga je langs een paar scènes en zitten, ja, gewoon al zittend in de kar zitten. Als die voorstel klaar is,
dan worden ze in hun vliegpositie gezet. Dus dan gaan ze dus echt liggen en dan worden ze dus gelanceerd. De lancering is dus wel heel krachtig en op het einde van de lancering trekt hem nog eens extra rap bij. Maar uiteindelijk is het een hele heftige achtbaan, het schendt daar rond. Maar het is echt geweldig. Daarna van links naar rechts ook langs die huizen. Het doet mij een beetje aan het ronddenken, deze achtbaan. Ook mooi afgewerkt, ook langs allemaal huizen en alles. En ook een paar inversies. Ik heb niet het gevoel dat ik over de kop ga. Het is gewoon al liggend, gedraaid een beetje. Het is een flying coaster, dus over de kop gaat het duidelijk niet. En dan zijn er ook scheuren elementen dat je dan rook in je gezicht krijgt, dat je langs fonteinen gaat. Ja, echt. Schitterende achtbaan deze fly. Maar filmen is dus erg verboden hier. Want Duitsland is toch wel een van de strengste pretparken die er zijn. Als het om filmen gaat. Samen Heidepark en Hansapark, dat is ook zoiets. Vooral die metaaldetector, dat vind ik er een beetje over. Maar ja, dat is wel zo. Maar al bij al is het een top achtbaan. Ook overal is rook te zien, dus het gebied heeft zijn naam niet gestolen. En dan zoek een nieuw horecapunt, vuurwerk. Er is ook een souvenirwinkel, een snoepwinkel, waar je allemaal snoep kunt kopen. Zo verlaten we weer Rookburg. En voor de review nog een beetje aan te kleden, gaan we een paar attracties meepakken. Want Fantasialand bestaat niet alleen maar uit Rookburg. Maar top achtbaan. Zelfs twee keer lancering ook. Net als Taron alleen. Ja, zo heftig is het niet. Dat is wel geweldig, die baan. Geweldig. De volgende gaat weer een rondje Mystery Castle zijn. Mystery Castle is altijd fijn. Daar ruimt. Maar goed, we gaan weer een tour doen in de toren. Blijft een leuke attractie. Het is vandaag trouwens 31 oktober wanneer we dit opnemen. Ja, je zou denken Halloween. Ja, nee. Het is ook de voorlaatste keer dat het park open is, want alles moet weer dicht. Het is weer erger dan maart, weet ik. Nee, maar dat kan je niet laten betrappen deze keer. In al die jaren ziet het hier binnen nog altijd perfect uit. Fantasialand. Zorg er wel voor dat alles blijft werken. Dat is wel goed gedaan. En ook de rit is leuk. Indoor, dat is weer iets anders. Mystery Castle weer en dat doet Fantasialand wel goed. Allemaal attracties toch wel goed onderhouden houden. Daar effecten het nog goed toe. Als het stalen kan, Mystery Castle, alles ziet er nog top uit. Op een paar attracties na die toch wel achteruit zijn gegaan. Maar in het algemeen is Fantasialand echt nog heel goed onderhouden. Soms zou ik wel durven zeggen dat het beter is dan de Efteling. Want hier nog echt wel beter. Het is voor de herfst nog redelijk goed weer vandaag, dus nu RiverQuest nog open is, zal ik hem sowieso niet overslaan. 5 minuten, want veel mensen hebben niet echt het gedacht om in RiverQuest te gaan nu.
Ja, we hebben quest veel mee. Het is sowieso wat goed weer, dus heel erg zou het niet zijn. De volgende is weer daarom. Want een dag van 1000 zonder daarom kan niet. De Fantasieland heeft alles hier ook mooi gedetailleerd, alles verstopt. Je ziet niks van de weg hierachter. Hierachter ligt trouwens een weg dat je met auto komt opgereden aan de parking. Dus het is mooi beschermd. Dat is de Colorado Avenger. Die gaan we ook even doen. Deze opdracht is wel wat meer achteruit is gegaan. Komt natuurlijk op dat Far West gedeelte wat weg is gegaan. Keepersberg was er een. Zo'n hele Main Street, de Silvermine, de Dule Kopgroen. Allemaal weg. Dan is Colorado Avenger als enige. Dus vroeger die laatste hielik zag er veel beter uit met zo'n Indianentent en alles. Maar nu, op die scènes, die zien er niet zo goed uit. Er is een skere kamer waar dat je doorrijdt. Een stukje in het donker en zo. Ja, Colorado Avenger kunnen ze misschien even terug opknappen. Al geldt dat niet voor Diep Afrika, dat gebied ziet er nog echt helemaal prima uit. Ook Black Mamba is nog altijd na een jaar of 13 een van de beste achtbanen die er toch in Duitsland te vinden zijn.
Elk woestown ziet er al die jaren nog prima uit. En met twee geweldige banen erin. Die we niet kunnen overslaan, dus even opbeelden. Dus, maar het is een groot probleem. Dus geen idee wanneer het terug open gaat. Hier en daar zie ik toch al wat dingen voor de wintertrouw. Ik heb hier en daar toch wel wat toestellen gevonden. Maar of de wintertrouw gaat kunnen doorgaan, valt nog af te wachten. Ook hier de crazy bus. Die moeten ze toch echt eens gaan aanpakken. Als Van Duizeland nog eens een pop krijgt om deze achtbaan te restylen, dat is dan gewoon eens zo'n boeiend thema geven zoals vroeger in de Space Center. Want ze hebben hem alleen maar slechter gemaakt nog altijd. Ik kan er gewoon enthousiaster over zijn. Die Space Center die zag er veel beter uit, dus voor mijn part moeten ze dat gewoon terughalen. Jullie zijn op afstand onze beste gast. Wij verzoeken je altijd naar de nieuwe keuzes. Dus zorg bij deze achtbaan. Slechte keuzes. We zullen ze eruit gaan doen. Toch een superbaan, die crazy birds. Dat is wat ik zei, maak het terug in ruimtes tegen mijn hand. De Space Center zag er zoveel beter uit. Of tenminste de Temple of the Nighthawk terughalen, want die, zelfs die was beter dan crazy birds. Haalt gewoon weg dat thema, echt waar in die VR ook. Dat die nooit meer terugkomt. Zo, dat was Fantasialand weer. Ja, Fantasialand blijft toch een episch pretpark, een van de beste pretparken die er zijn. Maar ja, we waren natuurlijk voor Rookburg en Fly. Top achtbaan. En het gebied zag er ook heel mooi onderhouden uit. Beter dan Taron vond ik hem niet. Maar ik begin er wel aan te twijfelen of ik Rookburg niet mooier vind dan Klukheim. Ook die effecten langs de baan, die voorshow voordat je de lancering opgaat. Heel mooi gedaan. Wachtrij zag er mooi uit. Alles van topkwaliteit. En de hotel waarschijnlijk ook. Alleen die hebben we niet gezien. Dit was weer de laatste dag van Fantasialand, ook echt, niet in de video. Morgen is het voor het laatst open en dan gaat Fantasialand weer in lockdown, want het is weer erg. Fantasialand, alle pretparken zijn weer dicht. Dus morgen voor een laatste keer de kans, maar
als het park uit lockdowns, kom zeker naar Fantasialand voor die fly, want dat ding is echt een aanrader. Maar voor nu zeg ik tot de volgende video en ciao. Net op een trainer.